Mijn naam is Francis Tietka, ik ben eigenaar van Goldmeat. Goldmeat is een Benelux marktleider in de fabricatie van gelee en aspikproducten. En wij zijn sterk innovatief bezig met ons pevenproces. Innoveren voor Goldmeat betekent budgetair ongeveer dat wij 6% van onze omzet vrijhouden om te innoveren in het zij nieuwe productieprocessen, het zij nieuwe producten, het zij het inspelen op nieuwe technologie die door mij is bespeurd en waar wij proberen een toepassing voor te vinden op een van onze markten of op een van onze producten. Innovatie, ja, dat is niet evident. Essentieel is dat je van tevoren voor jezelf een aantal evaluatiepunten vastlegt. En als je tot de conclusie komt, 2, 3, 4 keer na elkaar, dat het echt niet lukt, dat de resultaten er gewoon niet zijn, ook dat het budgetair soms ontspoort, dan moet je de moed hebben om ermee op te houden. Een jaar of 7, 8 terug heb ik mij voorgenomen dat mijn bedrijf ooit moet in staat zijn om clean label producten op de markt te brengen. Dat wil zeggen, dat zijn producten die toch snel toch nog een 2, 3 weken levensduur hebben en die dus geen enkel additief en geen enkel bewaarmiddel bevatten. We pekelen in de eerste plaats om een product een bepaalde smaak te geven, in de tweede plaats om een product een bepaalde bewaring te geven en in de derde plaats omdat ook dat product dan een bepaalde mooie kleur heeft. Het oud systeem pekelden wij met naalden, vervolgd door een verblijf in een pekelbad. Nu pekelen wij onder hoge druk, waardoor we dus het bad niet meer nodig hebben en op die manier op dagbasis 20.000 liter pekel uitsparen. Wat natuurlijk ook voor het milieu een serieuze meevaller is. Als ik een bepaald idee heb of een wens heb, mijn eerste contact is Innovatiecentrum Limburg. En daar hebben we dan meestal een gesprek ten gronde. En dan in functie van wat men daar denkt, wat of wie het meest aangewezen kenniscentrum is om daar op verder te studeren, wordt een afspraak belegd. Eens dat wij zo beginnen een idee te krijgen van met wie wij het best bepaalde zaken zouden gaan verder ontwikkelen, dan volgt ook een gesprek ten gronde met de IWT. We realiseren slechts een heel beperkt stuk van ons omzet in België. Wij moeten dus gaan scoren op die exportmarkten. En daar moeten wij dus echt het verschil kunnen maken, de toegevoegde waarde kunnen leggen via innovatie. Dus we gaan het niet kunnen doen met goedkope lonen. We moeten het echt doen, dus met ons vakmanschap en toegevoegde waarde inbegrepen. Innovatie, waarmee je dan natuurlijk een aantal producten op de markt kunt brengen die de lokale fabrikanten, bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk, niet hebben. En we moeten zien dat we altijd die voorsprong van enkele jaren zullen blijven behouden in de toekomst.